Hallo, wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken Kaiway en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Ja, gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij Kaiway. Wat ging er door je heen toen je definitief hoorde dat je naar Rio zou gaan? Ja, ik was heel blij natuurlijk. Het was gewoon eindelijk gelukt. Al die trainingsuren, al die tijden dat ik altijd weg ben. Eindelijk werd het uitbetaald. Eindelijk dat ticket naar de Spelen toe. Heb je een idee waarom het toen niet lukte? Ja, ik werd toen verliezen in een partij die ik eigenlijk nooit verloren had. Ja, en toen was voor mij het toernooi voorbij, een droom voorbij. Ja. Wie heb je verslagen in Turkije? Eerst een Est, daarna heb ik een Noor verslagen en daarna een Turk. In het Hof van de Leeuw, dus dat was perfect. Ja. Had je gedacht dat je die partij zou winnen? Ja, ik wist van binnen dat ik gewoon van hem kon winnen, dus ook moest winnen. Maar ja, het is daar natuurlijk in Turkije tegen een Turk, dus dan moet je wel heel duidelijk laten zien dat je ook echt beter bent. En dat heb ik gedaan. En hoe ziet jouw weg naar Rio er nu uit? Heel veel trainen, vooral heel veel trainen, heel hard trainen. En er komen nog 2 toernooien aan, 2 kleine toernooitjes, gewoon als voorbereiding. En dan is het al bijna augustus. 28 juli vertrekken we. En als ik tot aan de finale kom waar we voor gaan natuurlijk, dat is op 18 augustus. Dus 18 augustus, dan moet het echt gaan gebeuren. Ja, dan kan ik Olympisch kampioen worden. En dat zou natuurlijk helemaal een droom zijn. Ja zeker. Dat zou wel het ultieme zijn natuurlijk. En we gaan er ook zeker voor. Op dit moment is het gewoon hard trainen om in de medailles te komen. En eenmaal in de medailles, dan wil ik ook het hoogst haalbare. 2 gelukkige Almeloers tegenover mij. Resmi Oging, Taekwondo kanon uit Almelo. En Peter Mullenberg, een bokskanon, ex-Almeloer. Inderdaad, ja. Ex-Almeloer. Ik ben nog steeds een Almeloer. Dus met andere woorden, jullie gaan het Almeloze belang vertegenwoordigen in Rio de Janeiro. Ja, we gaan allebei samen naar de Spelen en daar gaan we knallen. En dat betekent dus dat de Almeloze eer daar hoog gehouden moet worden. Ja, sowieso. Ik heb ook wel het gevoel en vertrouwen dat we daar wat neer gaan zetten. Is het toevallig dat jullie allebei je ticket verdienden in Turkije? Ja, ik denk dat zo gewoon zo is. Het is een toeval, denk ik. Maar allebei in Turkije gekwalificeerd. Allebei uit Almelo. Ja, wie weet gaan we allebei in Rio een mooie plak halen. Vooraf nog naar Cuba op trainingskamp. En daarna zal ik op 9 augustus naar Rio vliegen. En Peter? Ja, voor mij ook heel veel trainen natuurlijk. Ik krijg nog 2 kleine toernooien. Gewoon als voorbereiding. En dan... is ook inderdaad 28 juli. Ik zal alleen nog starten op het EK. En die is voor mij op 22 mei in Zwitserland. En daarna ga ik starten in Rio. Eindelijk. Ja, inderdaad. Het was gewoon eindelijk. Het is zo lang dat we naartoe leven. En al die trainingsuren en al die toernooien. Al die trainingskampen. En nu moest het gebeuren. En het gebeurt dan. Dus dan is er eindelijk dat gevoel van we hebben hem. Hoe is de publieke reactie nadat je de ticket had gehaald? Ja, immens. Veel berichtjes gehad. Er was best wel wat aandacht voor überhaupt. En alleen maar blij mee. Terwijl taekwondo toch eigenlijk geen sport is die in Nederland erg leeft? Nee, het leeft nog niet. Maar wellicht na de Spelen staat meer hoop op. En bij jou, Peter, hoe waren jouw reacties?
Ja, ook echt gigantisch veel. Ik heb voor mij nog steeds de helft niet kunnen beantwoorden. Het is echt, het blijft doorlopen, nu nog. En, maar wel, ja, ik ben super blij dat ze zo meeleeft natuurlijk. En hopelijk is dat ook voor, want boksen is ook niet zo'n heel goed sport in Nederland. Hopelijk dat het hierdoor toch weer een beetje gaat leven. Lang geleden dat er op de Olympische Spelen Nederlandse boksers waren. Ja, 24 jaar geleden. Laatst was zeg maar, ja, die dan medailles pakte, Delibas en Van der Leijden. Dus dat betekent dat jij eigenlijk de eerste bent die er nu weer naartoe gaat. Ja, ja, en ook daardoor is er natuurlijk zoveel berichten en kranten geven. En ja, zoveel mensen die eindelijk ook, die zelf dat ik zeg van eindelijk weer een bokser die naar spelen gaan. Dus ja, het is niet normaal. Goed, namens alle luisteraars en alle kijkers van AFM en alle inwoners van Almelo wensen we jullie ontzettend veel succes straks in Rio. Ja, dankjewel en tot snel. Dankjewel. Wat vind je ervan beroemde Almeloos te zijn? Nou, superleuk natuurlijk. Ja, ik hou er wel van. Ja. Hoe hebben je ouders gereageerd? Nou, ze waren natuurlijk heel erg trots en heel erg meegeleefd en ze hebben mij ook heel goed geholpen. Dus. Ja, dat was heel wat autorijden eigenlijk, hè? Ja, zeker weten, ja. Nou, en wie nog meer eigenlijk? Noem eens op wie allemaal trots op je zijn in de familie. Nou, ik denk gewoon de hele familie en al mijn vrienden. En net word ik ook al heel Almelo, dus ja. Ja, het is eigenlijk sinds de finale is ons leven wel veranderd, kan ik eigenlijk wel zeggen. Enerzijds zijn we natuurlijk hartstikke trots op haar. Anderzijds is het ook een beetje de vraag hoe nu verder. Ik bedoel, per slot van rekening zijn er van onszelf en vanuit andere bepaalde verwachtingen. Waar we tot dan toe eigenlijk helemaal geen rekening mee hadden gehouden. Ik heb een speldje gekregen van Almelo. En er was bloemen en een oorkonde. Dus dat is wel heel bijzonder. En hoe gaat het nou verder, Esmee? Nou, ik hoop dat ik heel veel albums en singles nog ga opnemen. En ik ben natuurlijk nog wel een beetje jong. Maar ik hoop dat mijn hele leven zo door blijft gaan. Nou, eigenlijk zijn we inmiddels als gezin al wel weer aan de situatie gewend, moet ik zeggen. We waren toch al wat vaker weg van huis in de periode naar de finale toe. Nu zijn we ook wat vaker weg. Want dat is met name eigenlijk veranderd. We zijn wel vaker weg dan voorheen. Voornamelijk eigenlijk om af te tasten van oké, hoe zit dit nu? En wat verplichtingen die ook voortkomen uit de show eigenlijk. Maar vooralsnog zijn we nog steeds hartstikke blij en tevreden. En hadden we dit voor geen goud willen missen. Dat er ook sprake was van een optreden met Ilse. Ja, dat klopt. Want de Kommelinnen zijn nu op tour. En als ze bij mij in de buurt zijn, dan mag ik met haar optreden. Dus dat is heel erg cool. Wanneer ga je in Almelo optreden? Bij Koningsdag ga ik optreden. Het Twente Lente Festival. Er komen nog heel veel optredens in Almelo in ieder geval. Ja. Kan je ook een beetje zeggen hoe laat je gaat optreden of is dat nog niet bekend? Nou, dan moet je denk ik bij mijn vader zijn. Die weet alles. Ja. Oké, succes hè? Ja, dank u wel. Wij zijn bezig met het plaatsen van ondergronden. We hebben hele mooie bakken laten maken door een staalbedrijf in Almelo. En die bakken zijn eigenlijk het fundament voor kunstzinnige sculpturen die daarop geplaatst worden. En dat is een aankleding voor binnen en buiten het stadhuis. Ja, die gaan we plaatsen. Ja. De aankleding wordt verricht door de studenten. Ik heb 11 studenten die bezig zijn met een soort van afstudeerproject. Binnen die opleiding bloem en design is dit een van de praktische opdrachten, zeg maar. Na deze opdracht moeten zij nog een beleidsplan schrijven, omdat zij ook ondernemersvaardigheden moeten ontwikkelen. Nou, wat we hier voor dit project gaan doen is dus 11 hele mooie sculpturen maken. En de kernwoorden daarvan zijn duurzaam. Dus het moet met deels natuurlijke materialen. Maar het mooiste is ook dat ze kijken naar een stukje recycling. Hè, dat ze misschien oude voorwerpen weer opnieuw gaan gebruiken. En uiteindelijk komt daar een heel mooie sculptuur op deze ondergronden te staan.
Ik had vrouw met masker en de kat als schilderij. Dus dit is eigenlijk de vrouw met het masker op. En dat is de kat en met een staart eraan. En dat zijn andere dieren waar je heel erg vaak gebruikt. En tevens de staart van de vis en van de kat, die symboliseert ook het water waarbij er in de binnenstad stroomt van Almelo. De sculptuur moet gerelateerd worden aan een kunstwerk van Corneille. Daarbij hebben ze de filosofie van Almelo, die bestaat uit water, groen en beweging. En alle studenten hebben dus één van die woorden gekregen om mee te nemen in een ontwerpproces. Dus de ene student doet iets met water, de ander iets met groen, de ander weer met beweging. Ze hebben allemaal een ander kunstwerk gekregen van Corneille. En daarbij hebben ze nog een vormtechniek gekregen waar ze ook iets mee moeten doen. Ik heb naar het schilderij Vogellandschap van Corneille uitgekozen. En het is een fantasiewezen wat op de schilderij is uiteindelijk is. En daar heb ik dus het hoofd uit van is geïnspireerd van. Zo heb ik dat ook met de konnenstakken gebruikt en met gele bolletjes. Zijn er dus met Craspedia, Die zijn ook tussendoor geweven en door middel van knopen. Zo ben ik het uiteindelijk op mijn inspiratie gekomen, dit idee. Ja, dit is een laatste praktische opdracht. Zij zijn 4 jaar student, dus dit is hun laatste jaar. Ze zijn allemaal rond de 19, 20 jaar. Ja, hierna kunnen ze ook doorstromen of naar een hbo-opleiding of ze gaan aan het werk. Leuk is misschien ook wel, er komen dus 3 binnen te staan van die objecten en 9 buiten. En de bedoeling is eigenlijk een beetje dat het voor een jaar ongeveer blijft staan. Maar de constructie die gemaakt is, die kunnen we dus echt misschien wel 10 jaar gebruiken. Die weegt 500 kilo, dus kan ook echt tegen weer en wind. We hopen een beetje dat het vandalismeproof is, dat die dus niet kapot gemaakt wordt. En dat het gewoon een solide geheel is. Het totaal wordt straks helemaal met bloemwerk opgesierd. En dat bloemwerk dat is van 21 april tot, om en bij 10 mei te bewonderen. En daarna wordt het bloemwerk weggehaald en blijven de objecten dus nog voor een jaar staan. Waterschap Vechtstromen heeft deze maand bij wijze van proef krijt gestrooid in verschillende vijvers in Almelo en Hengelo. En het krijt moet ervoor zorgen dat de sliplaag zo dun mogelijk blijft, waardoor onderhoud minder vaak noodzakelijk is. Vechtstromen is voorzichtig positief over de proef, aangezien de dikte van de sliplaag inderdaad is geslonken. In de loop van het jaar zullen meer tests plaatsvinden en wordt duidelijk of het krijt ook op grotere schaal toegepast kan worden. Ja, we kwamen elkaar tegen in 2012-13, in Oostenrijk. In de zomervakantie op de gletsjer in Krapoen. Daar komt ook Almelo. Kom je ook uit Almelo, en zo gaat dat dan. En dat werd even een geweldig gesprek. En toen opperde meneer Timmerhuizen van, eigenlijk moest er eens een keer een bruggetje komen, zodat we een ommetje kunnen maken. Nou, ik zat daar toen ik terugkwam in Almelo als wethouder over na te denken. En ik hoorde dat er in het Almelo Noord-Hornkanaal bij Reutem en bij Denenkamp, in het kader van de ommetjes, dat daar geld voor beschikbaar was. Ik dacht, als daar op het platteland dat kan, moet dat ook in Almelo kunnen. En toen heb ik met ambtenaar Reinerink hebben we dat uitgezocht. En zo is het initiatief geboren, hebben we het geld bij elkaar gesprokkeld. Inmiddels is dat 3 jaar geleden, toen is er een collegebesluit genomen. En vandaag, op deze mooie zonnige lentedag, zien we dat het bruggetje gerealiseerd is. Dus ik ben heel blij voor al die mensen die hier gebruik van gaan maken. Want daar ben ik van overtuigd dat dat zeker gaat gebeuren.
Ja, dit voelt toch heel bijzonder. En wat ik ook bijzonder vind is dat je eigenlijk met een initiatief waarvan je denkt van in een grote gemeente als Almelo zal dat altijd ergens stranden en zal er nooit geld voor zijn om zoiets gerealiseerd te krijgen. Dat toch iemand, in dit geval de wethouder en daarna de ambtenaren, in staat zijn geweest om daar mogelijkheden voor te zoeken. En al heeft het enige tijd geduurd om het toch uiteindelijk te realiseren. En ik vind het resultaat ziet er geweldig uit. Ja. Nou is er ook een particuliere donatie gedaan, hè? Ja, dat was in het kader van de Rood voor Rood regeling. En hoe dat precies werkt, dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval zo dat dat ook in feite openbaar geld is. Wat via een particulier ook in deze brug gestopt is. En dat is dan min of meer ook bestemd om dit gebied, het hele mooie gebied, ook meer bereikbaar te maken voor wandelaars, fietsers. En daar mag ook de familie Burgman een pluim voor hebben. Inderdaad. Nou, ik zou zeggen veel wandelgenoegen gewenst hier in deze buurt, hè? Want hier woont u allebei, hè? Ja, we wonen hier vlak achter. Jij woont een beetje de richting Margraaf en ik hier in de nieuwe wijk Almelo Noordoost. En ik vertoeg hier wekelijks vele keren langs het kanaal. Ja. Hardlopend, wandelend, fietsend. Ja. Hartelijk dank, heren. Tot uw dienst. Graag gedaan. Ja, goed zo. Dank u. Meestal goed de viering. Ja, maar hier gaat er nog wel meer in. Hoe zit het? Ja, op 5 euro. Met ons hele team van havenzorging van het ROC van Twente. Maar ik sta wel al jaren hier deze wedstrijd te presenteren. En ik zit al jaren in het organisatieteam. Ja, want het is gewoon een heel leuke happening die elk jaar terugkomt. En die wij belangrijk vinden voor onze studenten. Dus vandaar. Ja, we hebben de afgelopen jaren hebben het steeds gekker zien worden. Van veel veren weinig veren naar veel veren. Van een kleine takkenbos naar een grote takkenbos. Van een klein draadsysteem naar een groot draadsysteem. En nu hebben we gezegd, we gaan weer terug naar wat we graag willen. Mooi kapwerk, mooi haarwerk. Dat je mooi kamt en een mooie vlechttechniek laat zien. Of een mooie slaglegtechniek laat zien. We wilden echt weer terug naar de basis, dus back to basic, hebben we dit jaar genoemd. Hoeveel studenten doen hier aan mee? Oei, dat zijn er nogal wat. Ik denk zeker een 300. Het zijn er aardig wat. Studenten zijn en model en studenten zijn kapster. Dus ze werken ook op elkaar. Het zijn ook teamopdrachten. Niet alleen. Voor de bolstudenten die de dagopleiding doen, werken ze op elkaar. En de studenten die dus een baan hebben en in het bedrijfsleven werken en maar één dag in de week naar school gaan, die werken op een model. Dus dat zijn een beetje verschillende opdrachten. Mijn naam is niet Javier, het is Javier, het is een Spaanse naam, maar daar staat dus eigenlijk mijn naam. Dus ik ben de supporter van jullie en de supporter van het Schone Almelo. Nou, doe maar open. Hey. Gooi hem erin.
ook nog. Ja, hier op de Twijn en op de Griffel, dit zijn de eerste twee scholen die uiteindelijk kunststof, plastic, metaal en drankkarton bakken krijgen. Die doen mee aan een pilot, een landelijke pilot, om uiteindelijk de grondstoffen uit het afval te halen en die apart in te zamelen. Vandaag hebben we de bakken uitgereikt. We hebben de eerste bakken uitgereikt en ook bakken die gewoon op het schoolplein komen te staan. Waar ze gewoon de zaken in kunnen gooien. En daarbij ook wat donderdukjes uitgereikt, want die donderduk staat helemaal in het teken van grondstof en afval. Dus. We gaan nu al het afval scheiden wat op het schoolplein en buiten het schoolplein ligt. Hebben jullie ook nog wat gekregen van de wethouder? Ja, we hebben een donderduk gekregen. Een gewone donderduk? Ja, ik denk een donderduk, omdat die heeft ook wel met afval te scheiden. Zo. Zeg, wat gebeurt er met dat afval? Gaat dat gewoon in de fik of zo? Nee, die gaat in een speciale container. Ja, en die gaat dan... Dan gaan mensen ophalen en dan krijgen we er geld van. Wat goed je doet. We zijn inmiddels al meer dan 100 jaar oud. En het is eigenlijk begonnen in de tijd als een geweerschuttersvereniging dus. Ook een weerbaarheidsvereniging heette dat in de tijd. Kreeg ook van overheidsweren kreeg je ook munitie verstrekt en wapens verstrekt. Maar het is geleidelijk allemaal veranderd. Na de oorlog begon hier ook het kleinkalibergeweer schieten begint je op te komen. En geleidelijk aan is het ook met luchtgeweer en perslucht, allerlei andere wapenvormen zijn ook geleidelijk aangekomen. Ja. Met kanonnen geschoten? Nee, hiernaast wordt dus nou op dit moment met hagel geschoten. We zijn eigenlijk een van de weinige, misschien wel de enige indoor kleiduivenbaan dus, zeg maar. En er wordt dus op kleiduiven geschoten, dus binnenshuis om maar zo te zeggen, ja. Met luchtbugs hebben we het altijd goed voor elkaar met het Twentse Bond van Luchtbugschutters. Dus de BTLS die is heel actief in Twente. Daar doen wij ook actief in mee. Met de pistoolschutters hebben wij onder andere de actiongroep die u nu op de achtergrond hoort. Die schieten erg veel patronen achter elkaar af. We hebben ook nog allerlei andere vormen van pistoolschieten en geweerschieten. We hebben eigenlijk in die zin heel veel mogelijkheden bij ons op de vereniging. Omdat wij ook al die banen hebben. We hebben één keer per jaar hebben wij een Zwart Kruiddag. In dit geval valt het net in het Hemelvaartsweekend. En dan hopen wij dat er ook weer heel veel mensen komen uit den landen en ook nog uit het buitenland komen, nog wel sommige schutters. Dat is, en dan wordt er inderdaad op deze baan, op de pistoolbaan en op de geweerbaan intensief zwart kruid geschoten. En dan is er hierbij is er ook maken we ook een soort camping met allerlei wigwams en toestanden. Dat wordt helemaal in de sfeer van het Wilde Westen wordt uiteindelijk een beetje opgetuigd. Iedereen kan komen kijken, ja. Mooi, dank u wel. Graag gedaan. Wat u hier vanmorgen ziet, dat is de ruilbeurs die georganiseerd wordt door Groei en Bloei. En dat doen we twee keer per jaar, één keer in april en één keer in oktober. En wat erop afkomt, dat ziet u. Hoe komen ze aan al die plantjes? Ja, het is gegroeid. Het ging al een beetje het hele jaar door. Mensen die iets hebben met plantjes, dat is al een beetje ruilen. Maar we hadden zoveel met elkaar nou gezegd hebben. Kunnen we dat niet aan een groter publiek aanbieden? En dat hebben we geprobeerd. Ja, en dat is gegroeid en iedereen is laaiend enthousiast. Dat zie je ook wel aan de menigte die erop afkomt, hè? Ja, en ook de mensen, ze zeggen het elkaar aan, van hoe ben jij aan die plantjes gekomen? Ja, die heb ik van de ruilbeurs. Wat is dat dan? Nou, kom maar mee, want ook niet leden mogen komen of ze nou wat meebrengen of niet.
Gewoon genieten, er is voldoende. Zoek maar uit en dan met het spul aan de gang. Wij organiseren eenmaal in het jaar organiseren wij een toernooi. En dit is een toernooi voor alle deelnemers voor het hele land. En dat is een voorjaarstoernooi, noemen we dat. Het is een heel geziene sport voor de ouderen. En het is ook een breed genomen sport door heel Nederland wel. Maar het is nog vrij onbekend bij mensen. Als je vraagt van wat is bolsport, dan zeggen ze van ja, dat weet ik niet. Dan moeten we dat goed uit kunnen leggen. En dat is heel moeilijk om uit te leggen. Want ik vind, ze moeten maar gewoon komen kijken. En dan kunnen we het ook precies uitleggen wat het voor sport is. Het zijn de spelers, zijn er 114 deelnemers zijn er. En is dat moeilijk om daar een beetje orde in te houden? Nee, er zijn allemaal mensen die als met heel veel plezier spelen. Ze komen natuurlijk allemaal om te winnen. Maar het plezier, dat staat heel hoog in de vaandel. Hoe zijn de prijzen in zo'n voorjaarstoernooi? Wordt daar werkelijk prijzen in verdiend of zijn het dingen in natura? Nou, we zeggen van, wij doen het in natura. Wij hebben een goede, ik mag geen reclame maken, goede groenteboer op de Schelfos kunnen vinden. En die heeft ons gesponsord om de eerste, tweede en de derde prijs als fruitmannen. Want het is zo, de sporters zeggen altijd sporten is gezond en wij doen het heel hard aan mee om te gaan zeggen van dan doen wij een fruitmand als prijzen. Want ze willen allemaal graag spelen, maar we hebben gewoon stop moeten zeggen, want anders dan, we hebben geen ruimte hier. Maar dat is heel belangrijk. Dat deelnemen is zo voor de mensen, de oudere mensen en het contact. Het zijn allemaal oudere mensen en die zijn vaak zijn ze weduwenaar. En die willen graag een contact. En dit is een contactsport waar iedereen ook met elkaar kan praten. Hoeveel leden heeft de Bolsclub Almelo? Bolsclub Almelo heeft 35 leden. En hoe zit dat verdeeld tussen mannen en vrouwen? Er zijn meerdere vrouwen dan mannen. Dus het is soms wel in een kippenhok. Maar hoe komt dat? Ja, de vrouwen die geven zich meer naar buiten toe dan de mannen. Ja, we hebben een hele bloeiende vereniging. Wij gaan ook gestaag gaan we vooruit. Wij zijn wel een vereniging van, wij willen graag mensen hebben die graag willen spelen. Maar ook contacten. De contacten moeten heel goed onderling zijn. Maar dan heb je een stoorfactor in de club zitten. Ja, dan moet ik toch ingrijpen. Leeftijd vanaf 65 tot de oudste deelnemer is 84. Dus dat betekent dat het echt een sport is voor senioren? Nou, hier in de regio wel. Dat is de seniorensport. Maar als je de Nederlands kampioenschappen kijkt, wat wij ook aan meedoen, dan is het ook mensen van een jaar of 20, 25. Maar ook tot 60, 70 jaar. Ik heb pas geleden een telefoontje gehad. Was van een lerarengroep. Die wou we ook graag spelen. En heeft gezegd van, ja, wat zijn jullie wensen? Als jullie kunnen bij ons komen spelen, maar dan speel je wel meer in een groep. En niet in een clubje, een eigen clubje. Jij speelt als voorzitter ook zelf mee. Hoe zijn je resultaten tot nu toe? Tot nu toe is het aardig goed. We hebben 1 gewonnen, 1 gelijk. Maar ja, je moest alle 3 winnen voor je in de prijzen zit. Met andere woorden, je hebt nog een wedstrijd te gaan. Want zo dadelijk ga jij weer op de baan. Ik ga zo weer op de baan en dan gaan we dus alles erin zetten.